Robin, jij zit niet in het bestuur, maar volgens mij heb je wel een belangrijke taak. Kun je eens vertellen wat je doet in de KPJ? In de KPJ doe ik heel veel voor Sensation Wailand. En daar behoort eigenlijk alles toe wat je ziet waar ook maar de naam Sensation Wailand op staat. Dus van het bord wat hierachter staat tot de spandoeken die buiten hangen. Tot de posters die je een half jaar van tevoren al ziet hangen. Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. Ja, dus eigenlijk het hele PR-verhaal zeg maar, rondom het Sensation Wailand. En deze prachtige dat logo, zou ik maar zeggen. Nee. En daar is dit ontwerp uitgekomen. Bijvoorbeeld? Ja, ja. Nou, het ziet er prachtig uit. Dat brengt mij op een vraag aan Koen. Koen, jij bent penningmeester Arno, klopt dat? Zei je dat? De penningmeester van de KPJ. Ja, de kijkers kunnen het misschien niet zien, maar als ik kijk hier, dan staat hier een enorme tent met van allerlei lichten en geluid en toestanden. Als ik penningmeester was, werd ik daar zenuwachtig van. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, bijvoorbeeld de artiesten van dit jaar, die hebben we vorig jaar oktober al geboekt. Dus die stonden al vast voor de vorige editie. En ja, dat was gewoon wat we een idee hadden over de Rainbow Edition. Alle kleuren van de laatste jaren komen terug. En ook de artiesten waarvan wij de laatste jaren hebben gedacht van, hé, die hebben een leuk feestje gebouwd. Dus ja, als je een idee hebt, dan wil je dat wel zorgen dat het goed komt. En dan moet je er op tijd bij zijn. En dat is een van de dingen. Ja, er moet een tent komen. Beveiliging, EHBO, noem maar op. Alles en alles moet geregeld worden. Nou zijn jullie maar met z'n tweeën. Ik neem aan dat jullie dat niet met z'n tweeën georganiseerd hebben, Arno. Nee, dat klopt. We zijn met een groepje van acht mensen en dan nog een aparte Sensation Wailand commissie daarnaast. En onze alle vrijwilligers op de avond zelf helpen er rond de 100 vrijwilligers mee. Dus we doen het toch met z'n allen en die hebben we ook heel hard nodig. Ja, want het is echt een mega tent en een mega organisatie inderdaad. Jongens, veel plezier en bedankt voor het interview. 8 years ago, a small village in the heart of Brabant was lived up by an event. This event had an impact, a big one. No one expected if something so small would turn out to be so much greater than the village could handle. Many colors had passed, so many colors that together they would eventually form a rainbow. This all was 8 years ago. Now we're here. We are giving you the 9th anniversary of Sensation Wailand. Sensation Wailand. I wanna see that rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Ik krijg het nog wel in de grond. Die handen in de lucht. Hey, laat je maar iemand om vast te houden. Hey. Twee zachte armen om me heen. En laat je horen, hey. Nou al, hè. Older than the trees, younger than